Minje Shu. Hey. Welkom. Dankjewel. De mensen zijn meteen wakker op zondagmorgen met zo'n heerlijk nummer. Wat heb je net gezongen? Hoe heette het? Einnutschig. Einnutschig. Wat betekent dat? Your eyes. Your eyes. Ja. Oh. Van een specifieke persoon? Ja. Oh. Over liefde. Over de liefde. Aha. Hé, hey, prachtig. Het klonk prachtig. Je ziet er prachtig uit. Je hebt een nieuw album. Hij is nog niet uit. Dus je bent super vroeg bij ons. Dade, hij komt volgende maand komt hij uit. Ja. Je bent een ster in je moederland Ethiopië. Ja. Daar ben je al heel lang weg. Ja. Hoe ben jij van toch een sterrenstatus in Ethiopië, ooit begonnen bij het Nationaal Ballet en zo'n grote zangeres, in Nederland terechtgekomen? Ik kwam hier ongeveer meer dan 20 jaar voor een korte tournee. Mm-hmm. En toen, in Europa? In Europa, ja. Maar toen ging het niet goed, want de regering toen... In Ethiopië? In Ethiopië, tot korte tijd eigenlijk. Het was vreselijk en we konden niet echt artiest zijn, vrij zijn. En dus met dat tournee hebben we zo ook opdracht gegeven om iets te zingen. Zelfs letterlijk gewoon tekst gekregen om dat de dingen te zingen die helemaal niet waar was. En ik zei, ja, ik ga echt niet zingen. Ik ga het niet doen. Ik ga het niet liggen. Ja. Dus in één keer waren op de kranten allemaal de ambassadeur gekomen van embassy. Dus je voelde je niet meer welkom in één keer, om terug te gaan? Nee, dat kon wel eens niet. Anders ga je of in gevangenis of verdwenen. Ja. Of ik weet niet wat ging gebeuren. Ja. Dit is al je vierde album. Ja. Waarin je terugblikt op je leven. En je tijd in Ethiopië. Kun je iets noemen wat je hebt meegemaakt, wat jou echt heeft veranderd, wat we kunnen horen op Dade? Ja, Dade is eigenlijk het me. Dade is de first step van de baby's. En het is ook metafoor voor het leven, vooral voor mijn leven. Elke dag is de Dade, de eerste step. En ik voel me ook helemaal mijzelf met deze album. Dat is ook mijn eigen verhaal. Toen ik 3 maanden baby was, mijn moeder, mijn biologische moeder, is weggelopen. Door de buurvrouw ben ik opgevoed. Dus dat is ook aan de andere kant is de vraag voor haar. Waar was jij toen ik jou nodig heb? Dat zing je in Dade, onder andere. Ja. Even over jouw muziek. Yes. Even over de klanken. Zeker dat eerste nummer. Daar komt van alles in samen. Eigenlijk westerse invloeden en Ethiopische invloeden. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk al lang begonnen voordat jij hier naartoe kwam. Het komt niet doordat je naar Europa kwam dat je dat bent gaan mengen. Kun je het eerste moment in je... Ja, als jong meisje nog herinneren dat een beetje gebeurde. Zeker. Eén avond, ik zat gewoon tv te kijken met de hele familie omheen. Toen zag ik de compositie van Mulatto Astatke. En met de traditioneel, maar ook een beetje religieachtig sound. Heeft hij helemaal met westers invloed. Gemengd. Welk jaar was dit ongeveer? Edies. Ja, ik was heel jong. En wat dacht je? En toen zag ik hem zo, ik was helemaal... Kijk zo... Yes, dat wil ik. Yeah. Yes, ik voel me altijd wereld. Dus yes, dat wil ik. Ja, en dat ben je gaan doen ook. En hij kent jou ook, hè? Yes. Hij weet, wat vindt hij van jou? Ja. Want wij zijn ook met hem ook gewoon die hele wereldtournee. 4 maanden wereldtournee gedaan. Ook hier ook een paar keer samen ook gespeeld. Mooi. Ja. Ik ga naar mijn laatste vraag, want je moet alweer gaan zingen. Ja. Yeah. Een heel klein liedje ga je zingen. Nuro, als ik het goed heb. Ja. Yeah. Vind je het lastig om, zeg maar, al 20 jaar weg te zijn van je familie en misschien ook wel van je... traditionele roots, om daarmee connected te blijven? Of hoe is dat voor jou? In het begin wel.
In het begin vond ik het moeilijk, natuurlijk. Die warmte, die sociale leven en allemaal. Maar inmiddels ben ik gewoon gewend en ook een beetje Nederlander geworden. Dus dat voel me thuis. Ik ben gewoon thuis, snap je? Ik hoef niet Ethiopiër te zijn om thuis te voelen. Ik voel me hier op mijn gemak en ik voel me nooit ook eigenlijk buitenlander. Nou, sorry, mooi. Maar dat voel ik me echt niet. Mooi. Ja. Wat, even in twee zinnen, wat ga je zingen in Noro? Wat gaan we horen? Noro is over het leven. Ja. Toen in die tijd was het niet gemakkelijk, zeg maar. Ik was verdrietig enzovoort. Dus Noro was de baas. Het leven was de baas. En dan kon ik niet in de controle houden, zeg maar. Hoe meer. Ja. Dus dan praat ik met het leven zelf. Dat je de regie terug gaat nemen. Ja. Nou, we gaan naar je luisteren. Meneer Shu, dank je wel. Alsjeblieft. Gek. Yes.